Zet ik wel even een... Kan iemand een... Nee, dat kan ik zelf niet doen, hè. Ik kan zelf toch geen bounty zetten. Matthijs, heb je nu al zo'n man op je dan, of niet? Ik heb 9k gekregen. Oh. Fuck you, nigga. Ik moet die hond nu even uitlaten, hè? Nee, nee. Ja, dan je moet helemaal niks, fuck dat beest. Nee, nee. Hij zegt heb, gewoon nee, ik nee. Ik heb een minigun, jongens, ik heb een minigun. Je luistert gewoon toe ook, hè? Hij zegt gewoon fuck dat beest. Ik heb gewoon een gratis minigun, jongens, we doen. Nigel? Ik ga weer zo'n minigun naar die was sturen. Oké, hij is weg. Matthijs, zit er een mens achter jou aan? Ja, nee, de... Nee. Wat kut, hè? Hoezo werkt het niet? Ja, dan moet je meestal even wachten. Oh. Maar je mag ze wel bellen voor mij, hoor. Ja, ik heb ze al gebeld, als het goed is. Op, en heb je op mijn naam geklikt? Ja, op Blakka, man. Nou, dat is wel raar. Ik heb 5k voor betaald. Nou, dat zullen ze zo wel komen. Level 3 strike team. Oh ja, ze zijn er al. En dus, ik kan er eentje, ik kan de Doomsday scenario doen. En de data break en de... nee, de token pool kan niet. Data break search kan ik doen en de Doomsday scenario. Welke moet ik doen? Hey Matthijs, welke moet ik doen? Moet ik de Doomsday scenario doen? Ja, doe maar, met zoveel geld. Hoeveel dan? Hoeveel krijg je daarvoor dan aan het einde? Bij het einde krijg je, weet ik niet precies, maar je krijgt wel heel veel geld daarvoor. Hoe duurder de heist, hoe meer geld. Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. De heist kost 120k, maar ik heb maar 70k. Dus ja, maar hoe duurder de heist, hoe meer geld. Dus je krijgt bij elke heist die duurder is, meer geld. Dus het is al wat ik zelf ook kan doen. Maar ik pak toch een ijsje.
Helemaal niks. Ijsje halen, maar ik heb nu ook een ijsje, maar hij doet er echt 10.000 uur over. Is jij uit de party? Misschien is zijn internet eruit ofzo. Dat vind ik wel jammer. Dat vind ik heel jammer. Boom bitch, boom bitch, boom bitch. Ken de boss bitch. Daan invite mij de hele tijd. Wat die GTA nog zo met mij? Je gaat niet Wie? Joinen. Je gaat Daan niet... de kraker. Nee, je gaat ons niet in de steek laten. Dat zeg ik toch niet, jongen, ik wil toch gewoon niet met hem. Oké, goed zo. Hoezo wil je niet met hem? Ik ben trots op je, jongen. Ja, weet niet. Laat je, ik ben echt trots op je. Doet hij dan irritant? Nee. Laigo. Mag ik trots op jou zijn? Moet je zelf weten. Mag dat? Tim, stop nou even, jongen. Ik was net lekker gewoon YouTube aan het kijken. Is het alleen maar in die party? Wat zit je nou allemaal weer te lullen? Mag ik trots zijn op Lijtje? Wat zit je om te praten ja, nou, dan? Jij zit ook allemaal van die kutdingen soms uit de kraam hoor. Ja, maar dan zit je gewoon... ja, mag ik trots zijn op Lijtje? Ja. Ja, maar dat is gewoon... Mag ik trots zijn op Lijtje? Nou. Ja, dat mag van mij. Wat is dat nou weer voor vraag dan? Nee, dat mag van mij. Dat is gewoon gezellig. Al die car sessions. Je wilde trouwens wel even bij zijn. Hij is Black Cement, die is onderaan. Dat is ja. Zeker waar. Het is 2019. Mag ik je even helpen, Matthijs? Ik moet even die cocaïne weer bijvullen. Ja, ja, dat zou ik dan dus goed. Dan stap ik in jouw auto. Met die andere twee ben ik ben heel ver met die setups gekomen. Ik moet er nu nog iets van twee setups. Ik denk je eigen lief en dan mij niet joinen. Ja, het is echt lekker te lullen. Bad bitch, bad bitch. Letterlijk nog geen 6 maanden geleden was Bitcoin nog 6.000 euro waard. En as we speak, tijdens dat wij deze volgende opnemen, is Bitcoin 12.500 euro. Huh? Wat is er allemaal? Voor de mensen die geen... Je was boos. Liefje CEO. Oh, ja. Matthijs, je was boos.
Nee, ja, ik vond gewoon dat je een beetje te veel lulde. Zeg je opeens van, Lijtjo, mag ik trots op je zijn? Ja. Dat is ook heel kinderachtig hoor. Ja, echt, zo van, what the fuck. Lijtjo, mag ik trots op je zijn? Denk echt van, ja. Stop er gewoon mee, zo, what the fuck. Man. Tim! Maar ja. Lijtjo, je fight me wel. Mag ik trots op je zijn? Ja, dat mag. En dan vind jij dat niet raar, of Tim? Dat mag. Tim vindt het gewoon heel normaal. Doet hij ook tegen zijn moeder. Mama, mag ik wat eten? We hebben lekker gegeten. Mama, kun je mijn waterpok uit mijn hoofd halen? Wat? Kun je mijn waterpok uit mijn hoofd halen? Die heb ik niet. Oh. En dan zegt zijn moeder, nee. Oh. Nein, wat doet Lightyear? Daarom ben je ook trots op hem. Doe ik dat bij jou? Wat? Ik, nee, ik snap het niet meer. Ga je lekker al die puistjes uitknijpen en dan... Oh god, nee, ik zit een ijs te eten, jongen. Ja, ik doe hem. Laat je eerst Mika ze oplikken en daarna lik jij er overheen en dan eet jij ze op. Ik heb een merkpijp op. Ja, hallo. Als jullie altijd smerig gaan praten, dan begin ik het ook een keer, hoor. Nee, je hebt geen toestemming. Ja, boeien. Ik geef ook geen toestemming aan jullie. Doe het ook. Jij bent zwart. Ja, nou? Ik ben wit. Boeien. Nee, jij bent gewoon zwart. Nee, stil. Jij bent gewoon zwart. Oh, ben ik ook zwart? Nee, je bent grijs. Oh, ben ik grijs? Ik ben nu... Nee, mag ik dan ook gewoon donkergroen zijn? Nee. Wel, ik wil donkergroen zijn. Hey, luister naar mij ofzo. Nee, even vol back dit, jongen. Collect the supplies and deliver them to the business. Weet je wat het kut is? Pok ik kan mijn rijden. Eigen auto niet meer betalen, omdat die in de prak is. En hij is 20k. Ik heb 6 euro, Lightyear. Ik heb 6 euro. De dollar, hè? Dollo. Ook goed. Nog minder dus. Nee toch, 1 dollar is de, weet ik niet. Nee, veel. Nee, 1 dollar is... 1 euro is echt duur hoor. Oh, we gaan net in die andere, niet in deze. In die, Lightyear, ik heb wat speciaals voor jou. Oké? Ben je klaar voor Lightyear? Ja. Doe maar direct uit of ik mute je. Even nou, doe eens normaal. Matthijs, ready for takeoff. Hallo? Hoe is het normaal? Ja, hallo. Ik wou je gewoon even een cadeautje geven. Oké. Ik was even weg. Nou, ik was niet weg, ik deed mijn mic even uit. Dus ik heb niet gehoord wat jullie net allemaal zeiden. Matthijs. Ja? Zie je het in je lucht, die kruis? Ja, de hakenkruis. Ja. Nee, serieus niet. Welke kruis? Gewoon boven, nou, dat was het, in lijnen. Lightyear, wees blij met je cadeautje. Lightyear, wat vond je van je cadeau? Zie je het echt niet? Nee. Lightyear, wat vond je nou van je cadeau? Maar ik heb het gevoel dat wij ook andere wolken zien, hoe raar het ook klinkt. Wolken? Heb je wolken gezien? Tim. Ja? Stil. Hoezo moet ik nou stil zijn? Dude. Ik snap jullie soms echt niet. Ja, ik jou ook niet, met je mag ik trots op je zijn. Maar ik vraag alleen maar of het mocht. Stel, het mocht niet, dan was het dat. Ja, maar hoe kom je er ook bij? Boeien. Zit er een rustig een eitje, ik bedoel ijsje te eten. Komt Tim in de party, daarna komt Lightyear, dan gaat Tim allemaal dingen lullen tegen Lightyear en dan zegt hij opeens, Lightyear, mag ik trots op je zijn? Tegen wie zeg je dat? Tegen wie zeg je dat? Kinderen, stel jullie! Dat zeg ik toch tegen Lightyear? Ik zeg zus, oh. Lightyear, mag ik trots op je zijn? En dan zeg jij, tegen wie zeg ik dat? Ga ze nog uitdagen en ook wat hebben.
Nee, tegen wie zeg jij dat? Ah, Zibby. Nou, ik ben gewoon een paardje aan het eind, joh. Ja, tegen die mensen buiten, toen ik een 9-jarige kindje. Maar, even op terugkomen over de waterpok van Fika. Van Rika? Mika, echt. Hé, hey, dat is Tim. Jee, maar jij zit ook altijd van die vieze dingen vast van, ja, dan ga je niet... Ja. Yo, we gaan deze gang in elkaar slaan, Matthijs, we gaan in elkaar slaan, let op. Top, we gaan slaan. Dan is het direct weer kut. Niet schieten, hè, gewoon slaan. Hé, Matthijs? Ja, je kan natuurlijk niet als tegen als iemand anders. Gaan gewoon trappen in elkaar slaan. Jij mag. Slaan vol elkaar. Ja, oké, top. Matthijs gaat praten. Op zijn hoofd. Oké, goed geregeld. Collect the supplies, alright. Maar Matthijs, ik vind het echt raar. Ik was ook gewoon aan het eten. En jij zit ook gewoon van die vieze dingen te zeggen, en als ik het doe, dan ga je me direct muten, echt lachen. Ja. Nee, ik ga je niet muten, ik doe gewoon mijn mic uit. Dus ik mute dan eigenlijk soort van jullie alle twee. Want ik hoor niet wat jullie zeggen, en ik hoor ook niet wat... Jullie horen ook niet wat ik zeg, want ik zei eigenlijk ook niks, maar... Behandel je hem uit dan? Ja, nu ben ik wel klaar, maar ik was een ijsje aan het eten, ja, maar, man. Dude, ik was ook aan het eten, dan ga je ook van die rare dingen zeggen. En ja. Dan een keer zo'n shit zegt, dan ga je ook ineens meer muren doen. Moet je dan ook twee dames erbij, hoor. Nee, maar dan moet je... Nee, maar even serieus. Dan moet je dat ook niet tegen hem gaan zeggen, als je dat zelf ook niet tegen kan. Nou, Matthijs, kom op. We gaan er vandoor. Ja. We moeten nou helemaal met dit ding helemaal daar toe rijden. Van... Hier, kijk. Ik ben allergisch voor melk, maar jij ook. Nou, hier alsjeblieft, heb je melk. Ik ben allergisch voor melk, nou hier, jij ook. Nee, maar stel, ik zou allergisch zijn voor melk en jij ook. En dat is hetzelfde van, jij bent allergisch voor melk, hier heb je melk. Maar ik ook, dus hier heb je melk. Nou ja, en dan zeg ik van, ja, deze melk komt van Boer Mamen. Deze melk komt van de koetjes van Boer Mamen. Dan zegt die andere. En dan zegt die andere van. Oh ja. Als hij van Boer. Als hij van Boer Mamen komt, dan vind ik het helemaal goed, maar jong. Nou, dan zeg ik van ja, die komt echt van Boer Mamen. Boer Mamen heeft altijd slechte kwaliteit. Die heeft zijn spruitjes nooit in orde. Die kan zijn eigen boontjes nog niet in stoppen. Ja, maar dat komt dus door mijn fucking controle. Ik heb net een andere controle over. Ja, maar daar is zeg maar de knokkels van kapot. Dus als ik beweeg met de knokkels, dan ga ik niet vooruit. Dan ga ik zeg maar niet draaien. Matthijs. Ik heb heel vaak slaapvisjes gehad, dus dan nam ik altijd mijn controle mee, maar het ging altijd kloten, dus het ging de controles kapot. Ik heb een vraagje. Ja, wat is de vraag? Kan jij... Mag ik trots op je zijn? Ja, ik heb niks gehoord, want lijstje zat er allemaal shit doorheen te lullen. Nee, oké. Wil je ook die huis gaan klitsen? Zodat we samen, dan kunnen we samen 6 miljoen gaan verdienen per dag. Dat is gewoon een payback lijntje, dat is echt gewoon een payback. Nee, maar dan kunnen we samen 6 miljoen gaan verdienen per dag, ik meen het. Ach. Ait, ik ga gelijk tekenen. Gelijk die op pennetje, man. Nee, maar wil je dat? Ja, man, broer, waar zie je? Nee, maar wil je dat? Ik wil serieus. Ik wil wat Donnie op bank, man. Als je niet krijgt morgen, jij krijgt wat klappen van je. Maar dan moet jij nu ook de tweede part van de Doomsday gaan starten. Ja, waar heb je het eigenlijk allemaal over? Doomsday? Wat bedoel je? Ja. Die heist glitchen. Wat? Nee, niet Mika nadoen. Oh, ik ben Mika. Ja, maar dan krijg ik te weinig geld. Ik begrijp wel een beetje wat Levi zegt, hoor. Want,
Dude, je krijgt 1 miljoen per 10 minuten dat we het doen. Ja, nee, maar ik krijg niks. Jawel, aan het eind wel. Jawel, jongen, we gaan toch ons de beurten doen, poephoofd. Dan krijg je in 20 minuten krijg ja, jij... Ja, nee, nu doen. Gaat het niet, poephoofd. Ja, nee. Ja, poephoofd. Ja, nee, ja oké. Okay. Nee, ik maak een potloodje kapot. Nu maak ik een potloodje kapot. Nee, maar Matthijs, even, ik meen het. Jullie kunnen soms echt kinderachtig zijn. Ik zeg fucking poephoofd tegen iedereen. Komt hij aan, ja, ik ben gedisciplineerd. En dan zegt die gast die in de park komt en dan tegen Luitje zegt. Luitje, mag ik trots op je zijn? Hey Matthijs, ik kom back. Oh, ik kan echt niet meer. Ik ga echt nog in mijn broek poepen, man. Oh, Matthijs, ook gevaarlijk. Ja, ik ben gevaarlijk. Luitje, jullie kunnen echt soms kinderachtig zijn, die echt, jongen. Stil alsjeblieft. Nee, maar Matthijs, wil je dat dan? Wel het stoot. Hé? Ik na jou via de rechter tilbal. Hey, Matthijs, het goede deal. Mattie, ja, het was het goede deal. Ik ga gelijk tekenen. Holy shit, mijn potlood breekt. Nee, maar... Laat joh! Ga ik niet volgens de rem, hoor. Jongen, ik moet lachen door jou. Hij lacht. Hij weet geen dat het gebeurt. Hij lacht. Wat een pak. Lekker, Matthijs. What the fuck? Wat ga je stuk om niks? Hij is 300 hoor. Wat is een beest. Hey, wil je de microambulance alsjeblieft? En dan... Belt die Mika op en dan zegt Mika, yo, alles goed. En dan vallen ze alle twee in slaap. Gaat hij die intro doen, gaat hij slapen. Ja, dan valt hij altijd in slaap. Opeens timmer, en nu stopt hij met gelachen. Hoor je opeens zo. En dan op de luidspreker van de telefoon hoor je ook zo. Gaat Tim slapen, samen slapen. Ja, inderdaad. Nee, dat doe je gewoon expres, Tim. Het klinkt heel erg fake. Wat jullie jongen doen. Ja. Nee. Nee. Hij is doorrijden met je dikke bolle hoofd, jongen. Hey, kap alsjeblieft. Is er iets mis met je arm of zo? Ben je een geitje geworden? Wow. Oké. Okay. Matthijs. Matthijs, ben je wel helemaal goed? Nee. Gaat het wel goed met Matthijs? Nee. Matthijs, gaat het goed? Oh, wacht even. Nee. Oh mijn god, ik ga je kapot. Oh jeetje. Nee. Matthijs. Nee, maar ik zweer, je kan echt binnen een dag, die kan je niet deluxe zo goed verdienen. Lekker Matthijs. Lekker Matthijs. Ja, we hebben het gedaan. Hé, maar Matthijs, wil je dat? Hé, Matthijs, wil je dat? Nee, ik zeg toch... Nee, je kan die deluxe op binnen een dag weer terugverdienen. Ja, maar dan... Hoe bedoel je? Dan moeten we dus die Doomsday... ...moeten we 2 keer op een dag doen. Nee, maar die van mij is al bijna klaar. Hey. Matthijs, die van mij is al bijna... Ik wil die voor jou best doen, hoor. Zeg maar wanneer je wil doen. Ja, misschien. Ja, ik ga wel kijken, ja. Maar Lightjo. Ja, kost 90k om te starten. Matthijs. Ja. Een broertje zei of ik hou je bek zei. Je broertje zei of ik hou je bek zei? Mijn broertje denkt dat ik tegen jou zei, hou je bek. Ja. Ja, dat zei die hoor. Dat is gods. Hey Google. Wat vind je van Siri? Ja, ik ben echt boos. Hoe hoort je dat niet? Ja, want hij is heel boos nu. Hey Google, wat vind je van Siri?
Ginger Siri, wat is de wereld toch klein? Doe er maar eens de groeten van mij. Oeh. Hey Google, ken je Siri? Is dat een serieuze vraag? Oeh. Ze doet erg haar best. Oh. Blijf je, die rijdt toch gewoon weg, hè? Die denk gewoon zo van Loesoe. Werk je samen met Siri? Ah, ik kom aan. Ik dacht, nou, we gaan verder met die business. Business? Ja, kan wel, is goed. Ik ben niet 100. Hey Google, wat vind je van Siri? Uit. Ik hoorde dat ze altijd met gaan de doen ook. Appels zijn heel gezond. Ik hoorde dat ze goed met ballen kon spelen. Ballen zijn heel gezond. Ja, oké, en wat heb ik hier nou weer aan, Tim? Weet ik niet. Oké. Moet je dit van Siri vragen? Godverdomme, echt jongen. Ik zat net, hè. Ik klikte net op mijn bedrag om het geld op de bank te zetten van net. Echt net, hè. Ging er net op klikken. En dan komt hij met zo'n trekker. Of die komt hij met zo'n vrachtwagen. Godsamme, er zit een boel maar na te doen of zo. Godsamme, leutje. What the fuck? Godsamme, leutje. Soms moet je gewoon in stijl aankomen, joh. Luther. Ja. Ja, Thijs, kon je die Luther binnen in bedwang houden? Huh? Welke Luther? Ook die Luther is in bedwang. Wat? Ja. Ik kom daar op in. Hou je die Luther in bedwang? Thijs, hou je die Luther in bedwang? Oh man, jij nu. Ik kan plat praten. Patrick. Matthijs, zeg nog even. Hou die Luther is in bedwang. Hou die Luther is in bedwang. Wat vertik me zeg, we hebben een maal zo. Oké, Matthijs, we gaan weer die Oekraïne. Gaan we ja, is goed joh. Wat verdomme zeg, ik die geld wel op de bank zetten. Hou die looter nou eens in bedwang. Hou die looter nou eens in bedwang. God, hou die looter eens in bedwang. Hou die looter nou eens in bedwang. Politie doe even normaal joh. Al die looter nou. Ga dit doen, ja, dat is een bang. Spring even. Al die pot. Zit je al voor de looter nou met de bang? Nou, goeie, sorry. Ik kijk verbloot rechts van de helft van de hand. Hey, Zwarte Piet, kom in de auto. Let's go. Zwarte Piet, bied de biet. Gooi je auto in de biet, anders word je niet gepiet. Koen zegt altijd heel vaak Matsko. Wie? Koen. Ewa Matsko. Ja. Vindt hij altijd leuk om te doen, denk ik. Ja, het kan best. Ik doe altijd maar leuk mee, weet je. Ik ga niet zeggen dat hij niet mijn Matsko is. Ah, heet Matthijs, hebben we een goede waggie. Ja, we hebben het zeker een goede waggie. Koen is heel aardig. Vind je niet, Matthijs? Ja. Koen heel kan aardig. Echt wel jouw beste vriend worden. Ja. Echt weer heel random. Koen kan wel. Mag ik trots op je zijn? Leidje, ja, is... mag ik trots op je zijn? Ja. Waarom vroeg je dat, Tim? Ik wil het zelf zeggen. Echt, jongen. Jezus. Ik kijk in de spiegel, hè. Leidje, mag ik trots op mezelf zijn? Nee. Oef. Nee. Waarom niet? Nee. Dude, ga niet zo arrogant doen. Nee. Jij bent echt arrogant. Helemaal niet. Ik ga jou echt tand toe hard slaan op school. Jij wel. Nou, Light zal nog iemand gaan slaan, want die is gewoon te aardig. Ja, zeg maar een compliment in een argument. Oef. Nee, en... Laat nou, maar. Hij klopt laat eigenlijk als ik eerlijk ben wel. Jouw Nederlands is nog niet optimaal. Nou ja, het klopt op zich wel. Net het is een compliment. Jouw... Nee, in het argument. Is geen argument, het is dan een belediging. Hoezo? Het is een nee. Compliment. Je geeft toch gewoon een compliment? Ja, je geeft gewoon een compliment. Ja, maar ook goed als jij... Ja, is goed. Laat je ook graag een compliment. Doe ik dus aardig. Dus, nee, dat is een... Wat zei je nou alweer? Ja. Ja, weet je wel later. Oh, nee. Had die rug laten. Maar Matthijs. Ja? Mag ik trots op je zijn?
Nee. Ik vind het echt een fantastische vraag. Tim, stop er nu. Ik ga het ook gewoon op school nog een keer vragen als ik het allemaal weet. Tim, stop er nu. Matthijs? Tim, stop er nu. Nee, oké, ga alsjeblieft. Shut your mouth, motherfucker! Ga alsjeblieft zo de hele tijd nog praten. Oké. Nou, dan gaat mijn stem denk ik een beetje kapot. Maar... ja, wel een beetje, ja, maar... want ik praat een beetje heel erg schors, dus. Oh, ja, dat is echt. Dat is gewoon ook niet goed voor je keel, man. Nee, dude, zo kan je echt niet zijn. Helemaal niet, man. Wel je helemaal. Grote arena en blistassen onder de oor. Ja, ga gewoon kou nog uit land. Er is een guy in deze sessie en die wou het voor mij verneuken. Kan ik hier landen? Oh. Laat joh. Senor. Hoe oud is je moeder? Net 9 geworden. Zo, <Yeah. laughs> jij hebt een jonge moeder. Hoezo jong? Hij heeft sowieso een jonge moeder. Nee, ja, mijn ex was jong. Nee, maar ik zweer. Hoe oud is je vader, Loi? Ik had echt gedacht dat zijn vader echt iets vader in de 30 is, was. Zijn vader, ik dacht echt dat vader... Dat bedoel ik dacht echt dat zijn vader iets in 30 was. Hetzelfde geldt over zijn moeder, maar... Hoezo, zijn die ouders van jou nog jonger dan Tim? Nee, die zijn juist ouder. Mijn vader was wat de fuck? Holy shit, oké, wacht. Dan ging ik eigenlijk even... Faceclap.